Breda Nu. Je weet het meteen. In Breda wordt er een experiment gehouden in de clubs om die open te houden tot 6 uur 's nachts in plaats van 4 uur 's nachts. En wij gaan vandaag de straat op om te kijken wat Breda daarvan vindt. Nou, de sluitingstijd die is dus een experiment gaande om dat te verlaten van 4 uur 's nachts naar 6 uur 's nachts. En wat vind je ervan? Nou, 6 uur 's nachts lijkt me wel een leuk plan. Nou, dan kan je veel langer doorgaan, want vaak is het nu om 4 uur dat je gewoon zoiets hebt van nou, ik kan nog wel even door, maar je hebt geen plek meer om door te gaan. Ik denk dat dat niet zo'n goed idee is, omdat in plaats van mensen die dan nu om 1 uur komen, omdat het om 4 uur gesloten is, komen ze straks om 3 uur, omdat het om 6 uur gesloten is. Dus ik denk dat dat niet echt handig is, vooral voor de mensen die aan het werk zijn, is dat vet zwaar. Ja, goed punt inderdaad. Wil jij er ook nog iets over vertellen? Dan lig je nog later in bed en dat is eigenlijk niet echt chill. Ik vind 4 uur prima. Clubs zijn slecht. Je moet niet naar de clubs gaan. Je moet gewoon op thuis zitten. Naar je vrouw gaan en naar school gaan. En echt zo naar Breda nieuw. Ik vind het wel chill. Alleen het was wel, als je dan om 4 uur sluit, kun je daarna nog wel lekker gaan eten. En ik denk wel dat als je het om 6 uur sluit, dan gaat iedereen natuurlijk door tot 6 uur. Dus zij was om 6:30, tijdens het al lang weer licht. Maar ja, mij lijkt het wel chill. Want je hebt toch wel weer een langere dag. En mocht je nou werken tot 1 uur of 1... 's nachts, want het kan, dan kun je daarna nog altijd aansluiten. En dan kun je nog wel langer feesten dan dat je daar nog maar 3 uurtjes blijft. Kun je gewoon 4 of 5 uurtjes kun je nog lekker stappen, lekker drinken. Ja, ik heb daar niet echt een mening over. Ik vind het tot 4 uur leuk. Als het 6 uur is, zal het vast voorkomen dat ik ook wel eens tot 6 uur blijf. Maar over het algemeen ben ik om 4 uur ook wel er klaar mee, zou ik maar zeggen. Ja, ik vind het ook wel. Meestal dan kijk je op je klok en dan is dat 3 uur. En dan denk je, oh, kut, nog een uurtje, weet je wel. En als het tot 6 uur zou zijn, dan kan je nog gewoon lekker een paar uurtjes meepakken. En dan kan je altijd nog tot 4 of 5 uur blijven. Ja, maar dan heb je niet het idee van, oh shit, ik moet bijna gaan. Dan heb je nog zoiets van, oh joh, nog lekker doorgaan. Kan gewoon. Ja, dus ik zou het wel heel chill vinden. Breda Nu. Je weet het meteen.